Als verbeteringen aan de bestaande betaalmogelijkheden de komende 2 jaar zie ik vooral de introductie van het contactloos betalen. Dat zal gemak en snelheid aan de toonbank geven, bovenop het normale pinnen voor de grotere bedrijven. Dat contactloos zal vooral voor de kleinere bedragen zijn op locaties waar grote aantallen transacties zijn. Kleinere bedragen, daar zal het vooral succesvol kunnen zijn. Ideal. Buitengewoon succesvol in Europa. Dat zal ook aan de toonbank mogelijk op de winkelvloer dus een rol kunnen gaan spelen. Betalingen via het internet, maar toch aan de toonbank. Dat zou best iets kunnen gaan worden. En wat we ook zien als variant op de Europese incasso is een incasso variant die de klant niet zelf kan terugboeken. En daar zitten een aantal interessante toepassingsmogelijkheden in. Bijvoorbeeld voor loterijen, bijvoorbeeld voor het openbaar vervoer. Persoonlijk denk ik dat Bitcoin als betaalinstrument niet zo heel veel gaat betekenen. Zeker niet in de komende 2 jaar. De vraag is ook, is Bitcoin eigenlijk een echt betaalmiddel? Dat concurreert met de elektronische, de girale euro. Of is het meer een oppotmiddel zoals goud en tulpenbollen? Je ziet de koers enorm op en neer gaan. En ja, er wordt nog enorm mee geworsteld, ook door de toezichthouders. Wat is het nou eigenlijk? En we kunnen het nog steeds niet goed beetpakken. Dus ja, er zal zeker een rol zijn. Of dat een concurrent van de bestaande betaalmiddelen zal zijn, dat waag ik te betwijfelen. De toekomst van het betaalverkeer in Nederland die wordt natuurlijk in toenemende mate bepaald door wat er in Europa gebeurt. Tegelijkertijd moet je ook je niet helemaal afhankelijk maken van Europa. We hebben onze eigen markt hier in Nederland. We zijn een buitengewoon efficiënt land met zeer ver ontwikkeld internetbankieren, elektronisch betalen. Dus we moeten onze voorsprong niet laten afremmen door een Europees gemiddelde. Dus op een gegeven moment denk ik toch ook dat we een beetje ondeugend moeten zijn. Ook weer iets meer aan onszelf moeten denken. En misschien toch wat meer naar de Nederlandse klanten moeten kijken in plaats van klanten elders in Europa.